Hallo allemaal en goedemorgen. Het is zaterdag 11 januari, heel erg vroeg. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik had laatst een video gedaan over dat hele vuurwerkdrama. En daar wilde ik vandaag een beetje mee verder gaan. Voor de trouwe kijkers van dit kanaal wilde ik wat meer context creëren. Hier in Amsterdam hebben wij vorig jaar, het jaar daarvoor, hebben wij hondenshows. Verboden. Er was hier in Amsterdam een jaarlijkse hondenshow in de Rai. En bij zo'n hondenshow moeten die honden allemaal, weet ik niet, kunstjes doen. Netjes zitten en weet ik veel wat. En de wethouders van Amsterdam die vonden dat niet leuk. Die hadden daar geen zin in. Want die zeiden van die honden, die vertonen geen natuurlijk gedrag. Huisdieren, weet je, vertonen zelden natuurlijk gedrag. Maar het is er uiteindelijk inderdaad van gekomen. De hondenshows zijn verboden in Amsterdam. En er zijn mensen die willen dat het in heel Nederland verboden wordt. Het is zielig voor die dieren, het is een vorm van dierenmishandeling, wordt het zelfs genoemd. En er werden allerlei dingen daaromheen verzonnen. Zo van, de mensen die meedoen aan hondenshows, die laten hun honden in de auto zitten als het heel erg warm is. En meer van dat soort dingen. Maar goed, dus wij verbieden. Klaar, het bevalt me niet. Dan gaan we het verbieden. En toen ik dat aan het bekijken was en een beetje aan het volgen was, toen dacht ik, oh, maar dit is geestig. Want laten we twee simpele voorbeelden nemen. Vogels en vissen. Ja, denken we echt dat een vogel, een papegaai of een parkiet of weet ik veel. Denken we echt dat zo'n vogel het leuk vindt om de hele godganse dag in een kooi te zitten? Met andere woorden, niet te vliegen. Nee, natuurlijk niet. Dat vindt die vogel helemaal niks. Dus wij moeten het houden van vogels als huisdier, dat moeten we gaan verbieden hier in Amsterdam. Als je een papegaai hebt of een parkiet of misschien zelfs een hele volière, dan moet dat verboden worden. Als je dan kijkt naar goudvissen bijvoorbeeld, denken we echt dat zo'n goudvis het leuk vindt om de hele godganse dag door te zwemmen, rond te zwemmen in zo'n klein aquarium? Natuurlijk niet. Vissen willen vrij zijn, weet je. Die hebben veel meer ruimte nodig dan dat. Dus we moeten goudvissen. Het hebben van vissen in een aquarium. Dat moeten we gaan verbieden. En daar kunnen we ook hamsters aan toevoegen. Hamsters zitten altijd in zo'n kooitje. Weet je wel, met zo'n loopratje erin, et cetera. Is dat natuurlijk gedrag? Rondlopen in zo'n wieltje, in zo'n kooi. En drinken uit zo'n gek buisje met zo'n... Nee, natuurlijk niet. Dus hamsters, dat mag niet meer. Maar motten, dat moeten we ook allemaal gaan verbieden. Die vissen, die vogels en die hamsters, die vertonen geen natuurlijk gedrag. Katten, nou, dat ligt wat gevoeliger. Ik denk niet dat ze dat er doorheen krijgen. Maar ja, katten vertonen natuurlijk ook geen natuurlijk gedrag. Katten zijn nachtdieren. Die doen overdag doen ze in het wild. In het wild doen ze helemaal niks. En 's nachts gaan ze op jacht. En dan vangen ze dingen. En ja, als jij een mooie grote tuin hebt, waar het beest naar buiten kan, dan kan die kat dat heerlijk doen. En dan moet je maar hopen dat hij terugkomt en niet vergiftigd wordt door je buren of doodgereden wordt ergens. Maar een kat binnen in een flat, of een flat zelfs zonder balkon. Er zijn tegenwoordig meer en meer appartementen zonder balkon.
Dat zou dan natuurlijk ook verboden moeten gaan worden, want die beesten die vertonen geen natuurlijk gedrag. Die liggen overdag te slapen en die liggen 's avonds te slapen. De huiskatten, dus, daar zitten variaties bij. Die 20 uur op een dag aan het slapen zijn. Helemaal werkende mensen, die zijn overdag de hele dag weg. Die komen thuis en geven die katten eten. Die kat heel wakker, dan een tijdje spelen met die kat. En daarna ligt die kat op je schoot of op de bank of op je bed. En terwijl de televisie aanstaat. Dus verbieden. Dat is wat we willen hier in Amsterdam. En we willen alledaagse dingen verbieden. Zoals hamsters, katten, parkieten, papegaaien, hondenshows. En goudvissen en dat soort dingen. De alledaagse dingen die mensen gewoon mensen leuk vinden, die gaan we verbieden. En daar valt vuurwerk natuurlijk ook onder. Vuurwerk moet verboden worden. Dan heb ik hier Parool gepakt. Het kabinet wil geen Wilde Westen meer met oudjaar. Het is heel mooi als er veel schietpartijen in Amsterdam zijn. Dan wordt er hier in Amsterdam-West gebeurt uit veel. En dan wordt er gesproken van het Wilde Westen. Het Wilde Westen geldt nu voor het hele land. Als jij vuurwerk afsteekt, dan wordt het hier het Wilde Westen. Het is een beetje schermen met termen. En burgemeester Halsema, dat is deze mevrouw, het staat hier ook. Femke Halsema, trouwens haar voornaam is burgemeester. Maar goed, Femke Halsema ziet een algeheel vuurwerkverbod niet zitten. Ze was heel redelijk. Ze zei, dat kan helemaal niet. Dat moet je landelijk doen, want als je het alleen in Amsterdam verbiedt, dan krijg je een hele hoop toestanden. Namelijk mensen kopen het buiten Amsterdam, gaan het hier stiekem afsteken. Of ze stappen in de tram en dan gaan ze naar Amstelveen. Of naar Haarlem of naar Zaandam. En dan gaan ze het daar afsteken. En als hele grote groepen Amsterdammers allemaal rondom de stadsgrenzen ineens vuurwerk gaan afsteken, dan heb je daar nog steeds allerlei grote problemen met de handhaving. Dus ik was heel tevreden met de reactie van onze burgemeester. Ze is gewoon een redelijk en nuchter iemand meestal. En dat is ook de volpagina van mijn kanaal. Go get mommy's belt. We're gonna have some goddamn discipline in de stopera. We gaan niet alles maar verbieden. En we gaan niet maar dom gillen. Want hier in Amsterdam is gewoon alles moet verboden worden. Bij de stopera is het echt heel erg doorgeslagen naar de verkeerde kant. Daar hebben ze nu het eten van vlees hebben ze verboden. Dus als jij bij de stopera werkt, er zal er een kantine zijn. In die kantine wordt alleen maar vegetarisch eten geserveerd. En als jij vlees wil eten, dan moet je daar speciaal om vragen. Want het is gewoon niet meer te krijgen. En ik ben altijd van mening van, weet je, blind verbieden, dat heeft helemaal geen enkele zin. Dat pakt averechts uit. Ik maakte me dan ook in een vorige video ernstige zorgen om dat vuurwerkverbod. En het blijft ook ons kabinet in Den Haag. Ik kan nog een beetje nadenken. En wat ze nu dan willen is niet een totaal verbod. Maar wat ze willen is een serieuze inperking. En voor consumenten is vuurwerk. En hoe ik het begrijp is dat ze knalvuurwerk en vuurpijlen willen ze gaan verbieden. En dat vind ik een prima idee, want dat zijn nou de twee meest lawaaierige dingen. En dat is waar mijn huisdieren gek van worden. Dat zijn die huisdieren, mevrouw Halsema, die geen natuurlijk gedrag vertonen. Dat doen ze niet, net als die honden op die hondenshows. Maar mijn katten die doen de gekste dingen. En die worden doods en doods nerveus van al die knallers. Dus vuurpijlen en knalvuurwerk verbieden, dat vind ik een prima idee. En dan hou je gewoon alleen dat mooie siervuurwerk. Dat maakt ook nog een hele hoop lawaai natuurlijk op het moment dat het de lucht in gaat. Maar veel minder erg dan die zware, zware knallers. Dus een redelijke burgemeester en een redelijk kabinet. Heel anders dan wat wij hebben in de stopera. Hier in de stopera hebben wij een gemeenteraad die gewoon alleen maar roept. Verbieden. Alles is verboden. Er zijn een aantal dingen die de gemeenteraad nooit zal verbieden.
Zoals, nou laten we de belangrijkste noemen, het wegsluizen van zwart geld, waar geen belasting over betaald wordt, via brievenbusfirma's op de Zuidas naar belastingparadijzen. Het is ieder jaar weer raak. NOFIP, Oxfam, komt dan met een rapport uit waaruit blijkt dat er biljoenen met een B, weggesluist worden via Nederland naar andere belastingparadijzen. Ik heb dat ook behandeld in een video over Google. Google heeft dat jarenlang gedaan. Een BV'tje oprichten in Ierland. En dan vervolgens de winsten van dat bedrijfje in Ierland boeken bij een naamloos, bij een brievenbusfirma hier in Amsterdam. En dan vervolgens wegsluizen naar Bermuda. Waar het vervolgens weer op naam komt te staan van dat Ierse bedrijfje. Daar is een hele heuse economische term voor verzonnen, mevrouw de burgemeester. En dat heet de Double Irish Dutch Sandwich. En dat is gewoon algemeen bekend. Dat gaan we niet verbieden hier in Amsterdam. Dat gaan we niet doen, want ja god, die biljoenen van al die extreem vermogende mensen en die extreem vermogende bedrijven, die moeten natuurlijk wel netjes verdwijnen, zodat er geen belasting over betaald moet worden. Dus dat gaan we nooit verbieden. Toerisme aan banden leggen, waardoor de belasting en de overlast voor de mensen die hier echt moeten wonen en werken in Amsterdam minder wordt, dat gaan we ook nooit verbieden. Nee, ben je mal. Wij staan op dit moment op nummer 4 op een lijst van belastingparadijzen. We hebben een tijdje op de tweede plaats gestaan, maar we zijn nu dan twee plaatsjes gezakt. Ja, dus het wegsluizen van zwart geld zullen we nooit gaan verbieden. Er is helemaal niemand die daar iets aan gaat doen. De gemeenteraad niet, de FIOD niet, het Openbaar Ministerie niet en de politie niet. En toerisme aan banden leggen, dat gaat ook op geenerlei wijze gebeuren. Maar de gewone alledaagse dingen, zoals vuurwerk, goudvissen, hondenshows, parkieten, papegaaien, hamsters en misschien straks ook katten, weet je wel, katten op de 6e verdieping of katten op de 14e verdieping. Dat is geen natuurlijk gedrag. Wat doet een kat op de 14e verdieping? Daar zou die normaal nooit naartoe gaan. Het alledaagse moet verboden worden. Terwijl de extreme uitingen, zwart geld, toeristen die hier alleen maar naartoe komen om gewoon helemaal naar de kloten te gaan, dat verbieden we niet. En dat laat heel goed zien waar de voorkeur ligt. Het laat heel goed zien voor wie onze beleidsmakers en volksvertegenwoordigers echt werken. Dat is heel duidelijk niet voor ons. De dingen die wij leuk vinden, die moeten verboden worden. Nee, ze werken echt voor buitenlands kapitaal en misschien een paar grote, zeer vermogende Nederlandse bedrijven. Ja. Nou, is dit kanaal razend populair. Heel veel trouwe volgers. En wij kregen, tenminste ik kreeg, van al die trouwe volgers heel veel vragen over hoe gaat het nu met jullie nieuwe stofzuiger. Ik heb meerdere video's aan onze nieuwe stofzuiger gewijd. Dit is de Numatic James. En dit is hem, wij noemen hem ook James. Als bijnaam heeft hij Sweet Baby James gekregen. En wij hebben hem aangeschaft, dat kunt u hier zien op dit kanaal, weet ik veel, 6-7 weken geleden. En James is piepjong. Schat, hè? Met dat slurfie. Hij is zo leuk, is hij. Dit was voor James zijn eerste oudejaarsavond. En heel veel mensen vroegen van, god, we weten dat het natuurlijk doodeng is voor huisdieren. Maar hoe was dat voor je stofzuiger, weet je? Hoe ging die kleine James ermee om? Was hij bang? Vond hij het mooi? En ik ben blij dat zoveel mensen meeleven met Sweet Baby James. Dus ik denk, nou, dan doe ik niet alleen mijn beklag
en inzichten over dat verbieden, verbieden, verbieden. Maar dan doe ik er ook wat meer persoonlijk materiaal bij. Namelijk een update over hoe het gaat met Sweet Baby James. Ik was heel bezorgd. Ik had zoiets van, als hij zich maar niet doodschrikt van al dat vuurwerk. Maar nee, het viel reuze mee. De knallen moest hij wel even aan wennen. Maar uiteindelijk vond hij het allemaal prachtig. Hij heeft aan de achterkant van het huis, in mijn slaapkamer, aan het grote raam, binnen voor het raam gestaan. En met grote ogen en zijn mond open naar al dat prachtige vuurwerk staan kijken. Hij vond het hartstikke leuk. Hij wilde natuurlijk dolgraag naar buiten. Maar dan beschadigt hij straks. Hij is nog heel jong. Dus we hebben gezegd, nou dit jaar niet. Dit jaar blijf je binnen. En we gaan volgend jaar een beetje kijken hoe dat zich ontwikkelt. Hij probeerde niet de deur open te maken of zo. Hij stond gewoon met zijn neus tegen het raam aan. Met zijn slurfje tegen het raam aan. Na al dat mooie vuurwerk te kijken. Dus voor alle mensen, alle trouwe kijkers die hun zorgen hebben uitgesproken en gevraagd hebben naar hoe het met James ging. James maakte het helemaal prima. Fantastisch goede, hele leuke stofzuiger. En een vreselijk leuke nieuwe aanwinst in ons gezin. Dank jullie wel allemaal voor jullie reacties. Nou, ik wil nog steeds weten wat voor stofzuiger mevrouw Halsema heeft. En ik wil weten wie er in hun huishouden stofzuigt. Ik wil trouwens ook weten of haar kinderen vuurwerk afsteken. En ik wil weten of haar partner vuurwerk afsteekt. En ik gok dat zij geen vuurwerk meer afsteekt. Dat kan ze niet maken, want dan krijg je hashtag ophef. Burgemeester staat met een vuurpijl. En ik denk dat haar zoon ook heel goed moet uitkijken. Naar alle drama omtrent die jongen. Als die jongen gesignaleerd wordt binnen 250 meter van een vuurwerkwinkel, dan wordt de Telegraaf vast helemaal gek. Burgemeester Halsema heeft trouwens een hond. Volgens mij hebben ze er zelfs twee. Ik zou wel willen weten of haar hond natuurlijk gedrag vertoont. Nou, lieve mensen, dat was hem weer namens ons, namens mij, Vidi Jood, en namens James. Dank jullie wel voor jullie tijd. Tot de volgende keer.